Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben hier vandaag met Christina. Helemaal happy. Zoals je kan zien, gaan wij een mukbang doen. Yes, een McDonald's mukbang. En niet zomaar een mukbang. We gaan een vegetarische McDonald's mukbang. Wauw. Meid, een vegetarische McDonald's. Ja, mukbang. Super. Wie had dat gedacht? Nou, ik. We hebben voor mij de veggie burger. Ja, McChicken burger. Het is geen chicken. En we hebben ook nog andere dingen. Ja, en we hebben besteld. Ja, we hebben besteld. Dit is trouwens de eerste keer dat ik McDonald's heb besteld. Ik heb het ook nog nooit besteld. Ik haal het gewoon. Ja, ik ook. Wie bestelt nou McDonald's? Nou, niemand. Wij. Allemaal saus. Nou, helemaal uitstallen. Ja, dit is een veggie burger. 20 McNuggets, zodat we ook nog kunnen delen. Mm-hmm. Heerlijk. Wij hebben dus 20 vegetarische nuggets. I love it. Heerlijk. En hoeveel? Ja, eerst wilden we zeg maar alleen nuggets doen. Maar toen dacht ik, oh, ik heb zoveel trek in die burger. Die burgers zijn ook ja, echt lekker, man. Mag ik nog even zo'n vetje? Ik weet niet of het is. Oh, sorry. Ja, nee. Oké, top. Maar ja, jij bent al heel lang vegetariër. Nou, valt wel mee hoor, hoe lang. Ik doe me even helemaal open. Want dan... Ja, dat is wel chill. Maar ja, ik eet eigenlijk nog wel vlees. Maar ik moet je zeggen dat mijn voorkeur uitgaat naar de veggie variant van McDonald's. Ik vind ze echt heel erg goed. Ik doe even alle sausjes open. Vind je dat goed, meid? Nee. Nee, ik vind het verschrikkelijk. Oh, ik wil gewoon vreten. Ja, ik heb zoveel trek. Dat ik eigenlijk gewoon niet wil praten. Dat zal ja, wel heel saai zijn. Dat echt. Ja. Dan denk ik, oh, ik wil gewoon eten. Weet je wel? Kijk, is dat wel de veggie? Ja. Ja. Ik vind het altijd zo tricky, want ja, ik vind het niet erg. Maar er zijn echt mensen die hier heel strikt natuurlijk naar kijken. Ik had een keer een Facebookbericht gezien dat iemand een veggie kipnuggets had besteld. En die vond het zo goed naar de echte kipnuggets lijken en smaken. Bleek het dus echt de... Oh, ja. De kipnuggets. Dan baal je. Ja. Maar de veggie nuggets en de kipnuggets die lijken ook niet op elkaar. Nee, die zien er anders uit. Alleen met zo'n burger zou je nog wel kunnen twijfelen, denk ik. We hebben hier chili mayo. Echt mijn fave. Met nuggets. Dan hebben we zoetzuur. Dan hebben we de frietsaus. Uiteraard. En de barbecue saus. Wat is jouw favoriete saus van zeg maar de Mac? Altijd. Nou, eigenlijk de chili saus. Maar ik heb hem al heel lang niet meer gezien. Volgens mij is het er niet meer. Oh. De chili saus was echt mijn fave. Want dan at ik mijn patatten mee. Mijn burger. En ik vond het heerlijk. En ik dacht, hoe lekker zal het zijn om met deze dingen dat te eten? Heel lekker. Is het niet meer. Maar nee. Zo ik vind het zelf gewoon chili saus. Ja, ik neem voor mijn nuggets altijd de zoetzure. Mm-hmm. En natuurlijk de standaard frietsaus. Ik weet niet wat het is met de frietsaus van Mac. Ik vond hem altijd heel vies. Maar de laatste tijd vind ik hem zo lekker. Echt? Mm-hmm. Ik heb hem altijd wel lekker gevonden. Omdat hij zo zuur is. Hij smaakt, zeg maar, hij smaakt naar augurken. Wow! Ik heb daar nooit aan gedacht. Ik heb nooit een connectie gemaakt. Vind je hem niet naar augurken smaken? Wacht, ik ga het zo even proeven. Ik vond hem echt gewoon precies naar augurken smaken. Ik hou van augurken. Ik ook. En daarom vond ik het zo raar dat ik het niet lekker vond. Maar nu denk ik van, ja, is eigenlijk wel lekker. Nee, ik kan die link niet leggen. Ik snap het niet. Ik vond het echt naar augurken smaken. Vandaag zijn we dus bezig met video's maken. Filmen, ja. Altijd als wij echt een filmdag inplannen, willen we alles eruit halen. Ja, klopt. Maar eigenlijk lijkt het me ook leuk gewoon om even samen de stad in te gaan of zo, snap je? Dat gaan we een andere keer doen. Precies. Dat is zeg maar altijd zo. Heel veel mensen komen dan naar Groningen onder het nom van, oh ja, ik kom daar toch nooit, dus ik ga even gezellig naar Groningen. Eindstand, het enige wat ze zien is mijn woonkamer. Dat is waar. Ook mooi. Ja. Maar ja. Maar anders. Anders, ja. Dus maar daarom vind ik het ook leuk dat wij afgelopen juni samen op vakantie zijn geweest. Want 9 van de 10 keer als we elkaar zien, filmen we of zijn we op events, weet je. Want je wilt wel het maximale uit je dag halen. Niet dat je alleen maar, weet ik veel, film loopt te kijken. Nee, precies. Dus dat we wel samen op vakantie zijn geweest. En lekker gewoon ook een beetje non-YouTube dingen hebben gedaan. Klopt, en veel ook. Mm-hmm. We hebben natuurlijk ook wel gefilmd, maar
Maar 2 video's of zo is het wel, hè? Ja, niet veel. Ja, gevlogd, maar ja. Gevlogd. Dat was echt quality time. Dat was echt leuk, want tot die tijd waren we gewoon collega's eigenlijk. Eigenlijk wel, als je het zo wil kijken. Ja. En toen was het echt gewoon, ja, dat was wel heel chill. En wie weet dat we dat nog een keer gaan doen. Dat is echt leuk. Niemand die het weet. Nee, maar even serieus, juni is zo'n fantastische periode om op vakantie te gaan. Ten eerste, weinig toeristen, goedkoop, lekker weer, niet te heet, niet te koud. Het is gewoon perfect. Dus eigenlijk alleen maar voordelen. Mm-hmm. Maar jij zit natuurlijk met je school. Ja, maar toen had ik ook mazzel dat ik echt een hele lange periode, dus ruim een week, niet naar school hoefde eigenlijk. Of les kon skippen, ik weet niet meer wat het was. Maar dat was zo chill. Dus ik hoop dat ik het aankomend jaar ook kan doen. Nou, eigenlijk, na je laatste deadline van je school is het eigenlijk gewoon klaar. Ja, en dat als was het eigenlijk. Komt, dat is toch poep. Precies, nou, ik moest even afwachten of ik iets moest herkansen of niet. Oh, dat was het, dat was het, ja. Maar eigenlijk kon ik gewoon gaan en dat was heel chill. Oh ja, dat was echt gewoon ideaal. Mm-hmm. En later, wanneer was het nou? Augustus of juli? Mm-hmm. Toen met de hele storm gebeurde. Ja, het was wel een gekke storm bij Canadoor waar we waren. Maar precies daar, het was echt dat weggetje waar we dan liepen. Mm-hmm. Naar het strand en naar het hotel. Ik werd er gewoon een beetje bang van wow. Van wow, kan het daar ook? Want toen we er waren was alles zo rustgevend en zo mooi. Zo perfect eigenlijk. Ja. Echt joh. De eerste avond dat we daar waren, we zaten met onze mixdrankjes die veel te sterk waren. Oh ja. Zo'n cocktail gehad in een zonnetje. Ja. Dus wij, na 1 drankje was van woe. Waren we al helemaal de weg kwijt. Nee, maar ik zat daar op zo'n rots met mijn cocktail. Oh. En het strand en al die mensen. En het was mooi weer. Het was echt, het leven was gewoon helemaal, het klopte. Ja, het klopte. Heel erg. Het was heerlijk. Ik heb er zo van genoten. Maar het leuke was, wij wilden dus samen weg. Maar we hadden nog niet echt een idee waar. Het was een beetje research doen van wat er eigenlijk mogelijk was. Maar ik had nooit van Caladoor gehoord. Maar het bleek dus echt een hele prachtige bestemming te zijn. Het was zo aanrader. Ja, we lieten ons wel echt verrassen wat er eigenlijk was. En dat was zo nice. Dat was echt heel erg chill. Nee, ik ben echt heel blij dat we naar Caladoor zijn gegaan. Mm-hmm. Want je hoort inderdaad Mallorca en dan hoor je over Palma. Dat is natuurlijk hoofdstad daarvan. Mm-hmm. Maar dit was echt zo'n goede keus. Zeker. En waar hebben we het op gebaseerd? Op de prijs. Ja! Kijk naar de goedkoopste plek op Mallorca. Met Caladoor. Ja. Uiteindelijk zo blij dat we daar zijn geweest. Maar stel we gaan in juni weer. Waar zou je dan heen willen? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar weer een beetje zo'n vibe wat we bij Caladoor hadden. Een strandje. Een strandje, een stadje. Ja, niet te groot. Nee, gewoon heel basic. Mm-hmm. Wel een beetje leven, maar niet te druk of zo. Dan is het inderdaad geen Palma, geen hoofdstad. Ja, maar Malta of zo. Malta-eiland. Dat zou ook kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ik heb geen idee hoe het zit met toeristen en juni en whatever. Ja, ik ook maar dat wist ik bij Caladoor ook echt niet. Nee. Je moet het gaan proberen en dan zie je het vanzelf wel. Ja. Malta lijkt me oprecht echt leuk. Oh, gaan we even. Ik had een keer een video gezien. Dat is volgens mij een serie op BuzzFeed of zo. Mm-hmm. Dat is zeg maar, mensen vertelden hoe ze beroemd werden of zo. Of ze vertelden een bijzonder verhaal. In ieder geval, het was een vrouw. En ze werd zo overnight beroemd in een ander land. Oh, wow. Zij kwam dus uit Amerika. Maar haar overgrootouders die kwamen uit Malta. En zij dacht van, nou, niemand schrijft ooit over Malta. Laat ik een artikel over Malta schrijven. Ja, dat was voor BuzzFeed. Mm-hmm. En toen heeft ze dus een artikel over Malta geschreven. En het ging in Malta helemaal viral. Mensen waren zo blij met haar dat ze een artikel daarover had geschreven. Want dat heeft nog nooit iemand gedaan. En bla, bla, bla. Dus zij werd gewoon daar een celebrity. Wat gek eigenlijk. Ja. Maar net als onze Nederlandse, Braziliaanse, Portugese ster nu, Nienke. Ja. Bizar. Ik weet nog, back in the days, ging ik met Nienke om, was ik nog helemaal naar haar huis gegaan. Dat was echt jaren geleden. En nu, hoe bizar dat is gegroeid. Ik heb zoveel respect voor haar. Maar hoe je leven kan veranderen? Want ik zat dus een keer over na te denken. Voor degene die haar niet kennen, zij heeft een YouTube-kanaal, een Engelse YouTube-kanaal. Mm-hmm.
En zij maakte een video over dat zij op dingen ging reageren. Ja, en ze ging de taal leren. Ze ging vreemde talen proberen te spreken. Precies. Door middel van een app of zo. Maar juist die taal die werd opgepikt. Maar stel dat het Amerika zou zijn. Of stel dat het China was geweest. Was ze dan nu naar China gegaan? Was ze nu in Amerika? Dus, maar was ze dan... Ik denk dat het bij Nienke ook zo is. Ze is blond. Mm-hmm. Daar zijn alle mensen 9 van de 10 keer donker. Dat dat ook mee heeft gespeeld, weet je. Dat er een blank iemand zo'n taal leert. Ja. Ja, want ik zat ook zo te denken. Stel, ik zou nu Indonesische video's maken. Ik zou het in Indonesië aanslaan. Precies, weet je, weet het niet. Ik ga het niet per se doen, maar je vraagt je dan wel af van, zou het aanslaan, ja of nee? Mm-hmm. Ik heb dan zo gedaan met mijn Litouwse video's. En dat ging eigenlijk voor, hoeveel ik er voor deed, ging het eigenlijk heel goed. Ja, dat is toch heel nice ook? Ja, klopt. Alleen, ik ben natuurlijk heel erg de Nederlandse community gewend. Dus ik vond de Litouwse community minder leuk. En dat was eigenlijk ook, ik had geen motivatie meer ervoor, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik krijg af en toe nog wel comments van, waar blijven jullie Litouwse video's? Ik ben er ook gewoon zo verdwenen. Mm-hmm. Dus eigenlijk wil ik nog een video maken van, joh, ik leef nog. Maar... zus en zo. Dit is de situatie. Maar ja, weet ik nog niet. Ja. Misschien dat ik morgen wakker word en ik denk, ik ga hem weer oppakken. You never know. Maar you never know. Toeval, weet je. Zij had het waarschijnlijk ook niet verwacht. Maar ik vond het zo leuk om te zien. Ja, bizar hoe alles dan zo anders kan lopen. Want zij is nu in Brazilië. Mm-hmm. Voor hoe lang eigenlijk? Zij is al best wel lang. Heel lang. Mm-hmm. De taal aan het spreken en allerlei dingen aan het doen. Zij is daar echt een celebrity. Zo bizar. Zo bizar. Heel leuk al. En dan komt ze weer terug naar Nederland of zo voor een tijdje. En dan kan ze gewoon door de app lopen en niemand die naar haar om zal kijken. Precies. Dat is heerlijk eigenlijk. Oh, ja. Oh, zo jammer als het zo als karton wordt. Ik vind ze wel heel lekker. Ik ook nog steeds. Even een twist. Wij hebben nog wat brutale vragen nog te goed van mijn video. Mm-hmm. Tijdens mijn video zijn we eigenlijk niet echt aan heel veel aan toegekomen. Wacht even hoor, ik moet echt even drinken. Rustig aan! Maar ik zie hier echt een goede vraag. Vertel. Deze. Heb je wel eens ruzie gehad met YouTubers waar je eerst goed mee ging en daarna amper nog sprak? Goeie vraag. Ik denk dat we allebei dat wel hebben meegemaakt. Ja, nou, ik ben sowieso niet echt een ruziepersoon, maar eerder een soort van conflict tussen... Ja, dat is een goede benaming. Ja. Geen maar ruzie, jullie weten maar conflict. Het, Leo en ik zijn niet meer zoals het eerst was. Ja. Maar wat het ook zo is met YouTube, als je YouTube-vriendinnen bent of YouTube-vrienden, dan is dat heel erg in de picture. Maar zelf offline kunnen er vriendschappen overgaan. Maar ik merk heel erg, want als iets online overgaat, of nou bij mezelf of bij iemand anders is, dat het heel erg op mensen het heel erg interessant vinden of zo. Terwijl als ik met een vriendinnetje, weet ik wel, van school opeens ruzie heb, dan boeit niemand het. Nee. Dus ik denk, ja, vriendschappen gaan over, ruzies kunnen ontstaan. Net als relaties van YouTubers of zo. Precies, het kan gebeuren. En wat was de vraag? Of je dat ooit hebt gehad. Ja, dus dat heb ik gehad. Maar dat was oprecht de eerste keer. Ik heb wel vaker YouTube-vriendschappen gehad die gewoon verwaterd zijn. Waar niet echt een bepaalde reden bij is komen kijken. Dat je gewoon elkaar minder spreekt en andere interesses en dingen doet. Maar het is echt de eerste keer dat ik echt dat een YouTube-vriendschap zoveel aandacht heeft getrokken. En dat vind ik gewoon best wel bizar. Snap ik. Het is één keer bij mij. Ja, precies. Nou, ik heb dat... Maar by the way, Leo en ik zijn nu oké. Als we gewoon bij events zijn, we gewoon oké. Maar het is gewoon niet de vriendschap als vroeger. Mm-hmm. Dat wilde ik gewoon daarmee zeggen. Ja, en ik heb dus dat precies hetzelfde met Charlotte. Mm-hmm. Geen regime. Niks aan de hand. Nee. We hebben gewoon geen contact meer. Maar, wat ik ineens ook bedacht. Soms kan het ook lijken alsof iemand een vriendschap heeft. Dus ik kan bijvoorbeeld 20 keer met iemand filmen, maar nooit iemand privé spreken. Snap je? Dat het alleen zakelijk is of zo. Precies, dat kan ook. En dat kan al overkomen als een vet heftige vriendschap. En dan eindstand... Ben je niet eens bevriend? Nee, ben je niet eens bevriend. Dat kan ook. Ja, want er is een verschil tussen, zeg maar, sociaal met elkaar doen. Mm-hmm. En echt een vriendschap hebben dat je ook persoonlijke dingen deelt. Precies. En dat is ook inderdaad hoe ik er naar kijk. Deel persoonlijke dingen met diegene. Voel ik me überhaupt comfortabel erbij. Mm-hmm. Bijvoorbeeld wij.
we zijn wel echt vriendinnen. Mm-hmm. Maar met iemand anders, dan denk ik, nee, dat zou ik niet vertellen, dat zou ik niet vertellen, dit zou ik er niet mee doen, weet je wel, ik zou hem niet op mijn verjaardag uitnodigen. Nee, precies. Je hebt, sommige mensen heb je het gewoon gezellig mee, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Heel zakelijk, of iets anders. En ook, je hebt ook weer onderscheid met vriendinnen. De ene vriendin vertel je iets meer dan de ander, natuurlijk. Dat is altijd klopt. Zo. Echt, we dwalen af van het onderwerp. Maar goed. Ja, maar dan maakt het ook niks uit. Nee, maar mensen dachten ook een tijd geleden dat wij een ruzie hadden. Oh ja, daar hadden we het over gehad. Ja, dat was een keer in je vlog of zo. Ze zeiden van, we hebben geen ruzie, want toen waren we al heel lang niet meer samen. Dat was het. Dus dat kan je ook nog. Je kan denken dat iemand ruzie heeft. Ik vond dat echt heel erg grappig. Ik dacht van... Ja, dat was toch raar? Ja, maar... ja, inderdaad, want ik zei volgens mij op mijn Instagram... Sabrina komt eraan of zo. Ja? En iemand zei, maar jullie hebben toch ruzie of zo? Nooit gehad, letterlijk nooit gehad. Ja, dat is inderdaad wel grappig. En bedenken mensen dat zelf. Mm-hmm. Plus, toen wij op vakantie gingen, had ik gezegd op mijn Instagram... Ik ga op vakantie met Sabrina. Mm-hmm. Ja, had hetzelfde gezegd. En ik had letterlijk iemand die zei... Hoe kun je Leonie zo in haar rug steken? Wat? Zo van, en toen... ja, maar... volgens mij had ik er zelfs meerdere. Want iemand zei, je steekt Leonie in haar rug. Iemand anders zei, hoe kan je dat doen? Leonie is toch je vriendin? En iemand anders die had er ook weer iets. En toen ik schrik hier oprecht van. Ja, hè? Maar ik schrok daar ook heel erg van. Van, wat voor een beeld hebben mensen? Ten eerste, ik en Leonie zijn heel goed. Maar we spreken elkaar nooit. Dus ik beschouw haar ook niet als een vriendin. Ja, dan gewoon een collega. Ja, een collega. Een collega. Ja, precies. Dus, maar het ook gezellig mee kan hebben. Het is gewoon altijd goed. We zien elkaar, we knuffelen elkaar. Maar we spreken elkaar nooit. Ja. Nooit zonder een reden. Er is nooit, hey Leo, hoe is het met jou? Of hey Chris, hoe is het met jou? Dus altijd, het gaat altijd over werk. Het gaat altijd over werk. Ja. Nee, maar ik vind het ook gek als mensen bijvoorbeeld als... Stel, wij zouden elkaar niet mogen. Ja. Dat wij ook niet met... Zeg maar, ik mag jou niet. Nou, dan mag ik ook niet met Rebecca omgaan of zo, weet je? Dat is zo raar. Dat is ook zo kinderachtig. Er staat nergens op. Dus Ik heb daar echt mee gezeten. Dat de hele situatie... Ik denk, laten wij het gewoon onderling met elkaar uitvechten. Mm-hmm. En ik had het gewoon oprecht moeilijk met alles wat eraan kwam. En ja, het doet toch wel wat met je. Want je hoort dingen. Is het waar? Is het niet waar? Maar mensen gaan zelf dingen bedenken. En denk ik, kom op, je kent ons niet. Dat is het ook. En daarom zat ik er echt over, laatst over na te denken. Ik heb bijvoorbeeld elke dag contact met Julia. Mm-hmm. Julia voorbij. Ja. Online zie je dat niet. Nee. En dan denk ik, ik zat er echt op een gegeven moment over na te denken van, zou ik vragen aan mijn volgers met wie ze denken dat ik bevriend ben of met wie jij ziet? Dat is een leuk, hè? Ja. Dus hoe komt het online over? Ik durf te wedden dat niemand zal zeggen, jij bent bevriend met Julia. Eindstand spreek ik Julia elke dag. En iemand precies. Die kan dus denken, al zij is een vriendin van Leonie. Maar ze steekt haar in de rug door op vakantie te gaan met zijn vriend. Dat is echt zo heftig trouwens. Ja. Maar eindstand zijn we helemaal geen vriendinnen. Tenminste, het klinkt zo heftig. We zijn geen vriendinnen, maar we hebben geen contact. Ja, zeg maar op die manier van... Ja. Ja. Dus ik vind het heel erg interessant... Want zelf weet je hoe je leven eruit ziet. Maar ik ben altijd wel heel erg benieuwd hoe iemand anders mijn leven opvat, als het ware. Ja, maar je zet een beeld van jezelf neer op het internet. Ja. En dat is het enige beeld dat men heeft. Ja. Weet je, ik kies er bewust voor om niet alle insights van mijn relatie te laten zien. Dus ze weten het ook niet. Maar net als iets heel anders. Sommige relaties lijken perfect. Maar je ziet de behind the scenes niet. Weet je, kunnen ze perfect lijken. Maar dat is het niet. Mm-hmm. Ja, iemands leven of andere dingen. Ja, vriendschap is heel interessant. Ik kreeg ook regelmatig de vraag. Hey, wanneer weer een video met die? Of ga je nog met die om? Heel lang geleden kreeg ik nog de vraag of ik nog met mijn huisgenoot Sarah nog contact had. Ja, maar ik laat haar niet in beeld zien. Want voordat we huisgenoten waren, zag ik er 1 à 2 keer in een jaar. Omdat we het zo druk hadden. En dan zei, ja, ben je nog vriendinnen met Sarah? Ik zeg, ja, maar dat deed ik niet elke dag. Mm-hmm. Dat is het ook inderdaad. Maar dus denk ik ook dat het voorbeeld van bijvoorbeeld Beauty Gloss en Avisa en... Hoe heet die andere? Ja, ik weet wie je bedoelt. Tatjana. Ja. Zij wil hun ook niet laten zien. En dan denkt iedereen, oh ze hebben ruzie. Oh, er is iets aan de hand. En ze willen gewoon niet in beeld. Ja. Dat is toch logisch? Mhm.
Ik had ook een tijdje geleden dachten mensen dat het uit was met Richie, omdat ik geen foto's meer had geplaatst met hem. Oh, lieverd. Als ik mijn volgers moet geloven, dan is het al 6 keer uitgegaan met Alex. Hoe dan dat? Echt verschrikkelijk vind ik dat. Nou, Alex komt nooit in beeld. Ja. En dan gaan mensen speculeren. Het is uit. Het is pepepepe. Hij is zo lang niet meer in beeld geweest. Het is echt uit. Eindstand had ik dat een keer als titel in mijn vlog. Is het uit met Alex? Mm-hmm. Mensen dachten, zonder de video te kijken, dat het uit is uit. Maar jij dacht van, oh, hier ga ik gebruik van maken. Tuurlijk ga ik daar gebruik van maken. Maar ja, mensen die mij echt volgen, die weten, Alex haat de camera. Die vinden het verschrikkelijk. Die vinden het 1 keer per jaar, maximaal vindt hij dat leuk. Richie kwam er zelf mee om samen een video te maken. De eerste keer, de eerste video waarin zat, ik zei van, ja, mocht je ervoor openstaan, mag je dat zeggen, maar ik dwing je niet. Zei, kom wel zo een video maken. Oké. Ja. Nou, chill toch, als hij daar zelf mee komt. Ja. Ja. Maar ja, dat is zo bizar, inderdaad. Ook toen, ik stopte met weekvlogs. Mm-hmm. Je mag wel gewoon zeggen dat het uit is met Aars. We hebben daar echt wel begrip voor. Oh my. Dat was mijn reden, zogenaamd, dat ik stopte met weekvloggen. Dat het uit was. Maar, jokes on you. Nee. Ik vind het echt grappig. Ja, het is toch bizar wat mensen dan denken. Echt, oké. Ik ga even kijken. Voor lekker een lange video, heerlijk. Wat zou je doen als je een week single was, eerlijk? Spel de thee! Wat zou ik doen als een... Nee, ik heb er nooit over nagedacht. Dus... Ik wil je. Oké, stel je zou een week single zijn en dan gewoon weer in je huidige relatie soms. Maar je zou het niet weten, want je kan denken, oh ja, ik ben nu single, maar volgende week ben ik weer samen met mijn vriend. Dus dan ga je ook niks raars doen. Ja. Je bent single klaar, wat doe je? Op zoek naar een rebound natuurlijk. Daar! Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat ik dat ook zou doen. Ja, want ik weet nog van toen het... back in days over was met die relatie, mm-hmm. dat ik wel heel erg gevoelig was voor aandacht van jongens. Dat ik bij, maakt niet eens uit wie of wat je bent eigenlijk, dat ik alles wel oké vond. Ik neem alles, ik neem iedereen. Eigenlijk best wel heftig, maar ik weet het niet. Ja, ik denk inderdaad gewoon lekker op los daten of zo, lekker flirten. Ik denk dat dat sowieso wel iets voor mij zou zijn. Ik flirt heel onbewust, dus dat ik dan gewoon zonder erbij stil te staan, dan weer gewoon... Ja. Lekker gezellig ben. Lekker gezellig. Ja, ik weet het niet. Jij bent weer niet gezellig. Jawel. Maar ik weet het niet. Jij? Nee, ik zou dat ook doen. Ik zou inderdaad gewoon daten. En gewoon elke dag van de week een date. Klaar. Ja, dat zou ik ook doen. Dag, gezellig. Ja, why not? Nee, ik weet het niet. Dat is heel lastig. Nou, het zou toch niet gebeuren. Want, Nee. Ja, we worden ineens helemaal blij. Jij zou daten! Dromen mag. Lieverd, wil jij niet nog een nuggetje? Ja, wacht even. Ik wil even een slokje nemen. Maar ik zit wel echt vol. Dus wel, ik ook. Dat ik nog een burger bij wilde. Ik was gewoon te overenthousiast. Altijd zo. Altijd zo. Maar op zich, ik vind het netjes. Mm-hmm. We doen het goed hoor. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik vond het heel erg gezellig en lekker. Ik ook. Moet het bij jou, ja? Ja, heerlijk. Nou, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet op Chris te abonneren en op mij natuurlijk te abonneren. En hopelijk tot de volgende keer. Doei! Doei.